hoop dat het hele woord MVO niet meer bestaat. Ik hoop dat het woord CSR niet meer bestaat. Het heeft zijn functie destijds gehad, maar het is natuurlijk onzin. Maatschappelijk verantwoord ondernemen als een extra activiteit. Alsof er ook zoiets bestaat als niet maatschappelijk verantwoord ondernemen of gewoon ondernemen. Natuurlijk bestaat dat niet, zou niet moeten bestaan in ieder geval. Er zou maar één manier moeten zijn om je bedrijf te runnen en dat is op een maatschappelijk verantwoorde manier. DSM vandaag de dag, dus een ander bedrijf dan dat vroeger was, is een bedrijf wat we noemen actief op het gebied van life sciences en material sciences. En life sciences, we zijn de grootste voedingsmiddelen ingrediëntenproducent ter wereld, dus we leveren aan voedingsmiddelenproducenten hun key ingrediënten. En we zijn sterk in pharma en we maken voor de pharma-industrie hun farmaceutica. Dat is life sciences, voeding en pharma. Material sciences is hoogwaardige materialen. Voor elektronica-industrie, om ze groener te maken, voor de automobielindustrie. Maar in toenemende mate ook voor zogenaamde life sciences toepassingen. Zoals materialen in het menselijk lichaam, om knieën, heupen te vervangen. En dat is eigenlijk DSM van vandaag de dag. En we hebben natuurlijk een totaal ander bedrijf. We hebben geen bulkchemiebedrijf meer. We zitten in voeding, we zitten in pharma, we zitten in groene materialen en dat soort dingen. Nou, waar komt die hele aandacht voor duurzaamheid in DSM nou vandaan? Die zit eigenlijk wat langer al dieper. En die komt vanuit een heel ander gebied eigenlijk, naar mijn overtuiging. Die komt vanuit ons veiligheidsdenken in de jaren 70. In de jaren 70 hebben we twee hele grote incidenten gehad bij DSM. Eén keer in Geleen en één in Engeland. Beide grote ontploffingen, maar beide zijn mensen overleden. En toen hebben we gezegd, dit kan niet meer. Het kan niet zo zijn dat we zulke ongelukken kunnen krijgen dat mensen overlijden. Dus we hebben een soort aanpak. Veiligheid staat bovenaan en we zullen zorgen dat alle mensen bij DSM veilig zijn. Toen hebben we dat steeds meer uitgebreid. Van veiligheidsdenken naar een milieudenken. Naar een denken voor onze eigen medewerkers op de site. Naar een breder denken voor onze omgeving. Na veiligheid en milieu hebben we gezegd, hey, we kunnen ook een grotere impact hebben op de samenleving. De dingen die we hebben gedaan met het Wereldvoedselprogramma, met de Verenigde Naties. Waarin we duidelijk hebben laten zien dat de kennis en expertise van DSM kan helpen om de wereld te verbeteren. Dus het is niet alleen onze eigen mensen, onze mensenomgeving, maar zelfs de hele wereld. We helpen vandaag de dag 15, straks waarschijnlijk 30 miljoen mensen met een ander dieet, die vroeger honger lijden, nu dankzij DSM niet meer. En we zijn nog een stap verder gegaan. Niet alleen veiligheid, niet alleen milieu, niet alleen impact op de samenleving. Maar gezegd, dit hele bedrijf is eigenlijk bezig met duurzaamheid. De manier waarop wij ons geld verdienen, doen we door middel van duurzaamheid te verkopen aan onze klanten. En toen hebben we gezegd, ja, eigenlijk is duurzaamheid wat we noemen een business driver geworden. We verdienen ons geld door middel van sustainability, duurzaamheid. Dan kan je elke dag besluiten nemen over een productintroductie of een product weer anders te maken of weet ik veel wat je kan besluiten in je bedrijf. Ik zeg ervoor, zorg wel dat die besluiten heel consistent passen in dat beeld. Dan zou je moeten zorgen, zeg ik wel eens, dat 4 van je 5 beslissingen consistent zijn. We hoeven geen religie na te streven. Een bedrijf mag altijd een zekere vorm van pragmatisme te hebben. Het hoeft niet dogmatisch te zijn. Je kan best wel eens even zeggen, nou, we gaan die kant op, maar hier is even een richting waar we even iets willen doen. Dat mag best. Maar we mogen maar 1 keer in de 5 keer. En waarom? Omdat niet 3 van de 5, want dat is net een kleine meerderheid, maar 4 van de 5, een ruime meerderheid, bijna het gehele arsenaal aan besluiten, is consistent met wat je zegt. Hoewel, als je het echt over je waarde hebt, dan zeggen wij, dan is het 5 uit 5. Als we het over veiligheid hebben, is het 5 uit 5. We kunnen niet marchanderen op een aantal dingen. Als we het hebben over onze business principles, hoe we business doen, 5 uit 5. Daar kan je niet in marchanderen. Hoe kijkt u in zijn algemeenheid aan tegen de verantwoordelijkheid van bedrijven? Er zijn bedrijven die hebben meer geld in kas dan 1/3 van de landen in de wereld. Dus de impact van bedrijven is enorm toegenomen. De power is enorm toegenomen. Als je meer impact hebt, moet je meer verantwoordelijkheid laten zien. Het is heel gevaarlijk om veel impact te hebben, weinig verantwoordelijkheidsgevoel.
Bedrijven hebben zoveel impact dat ze vaak ook de echte sleutel voor het oplossen van deze problemen in handen hebben in termen van technologie, in termen van global reach en al dat soort dingen. Dus bedrijven hebben de sleutel in handen voor belangrijke problemen in de wereld. Ja, dan moeten ze zich daar ook op inzetten. En dan kom je, wat is eigenlijk het doel van een bedrijf? Is eigenlijk het doel van een bedrijf, wat sommigen zeggen, is om winst te maken en zorgen voor je eigenaren van het bedrijf, je aandeelhouders. Ik zeg, dat is een doel van een bedrijf. Want er zijn twee hele andere belangrijke doelen. En dat is zorgen voor de mensen in je bedrijf en buiten je bedrijf. En zorgen voor die planeet op welke we die activiteiten doen. Dus het gaat niet alleen om die economische profit die je moet garanderen. Nee, het gaat ook om die environmental footprint, om de planet. En het gaat ook om de societal impact on people. Het gaat om alle drie als primaire doelstellingen. Zijn niet even belangrijk. Als even belangrijke primaire doelstelling. Laten we het oorspronkelijke doel van die economie niet vergeten. En dat is het welzijn van de mensen op deze aarde. Zo is die economie begonnen. En dat is het echte doel van de economie. En als je daar goed over doordenkt, dan kan je geen andere conclusie trekken. Dat de doelstelling van een bedrijf moet zijn om waarde te creëren voor mensen, voor de planeet en economische waarde ook. Er is niemand die elke week een zak geld bij ons op de stoep legt. Dus we zullen natuurlijk voor onze eigen winst moeten zorgen, want anders valt het model uiteen. Maar dat kan niet het hoofddoel zijn of het enige doel. Er zijn twee andere even belangrijke doelstellingen. Wij zitten op dat deel van de keten waar natuurlijk relatief gezien veel emissies zijn. Daar gaat het ook niet alleen om. Het gaat erom wat die hele keten uiteindelijk oplevert. En als wij kunnen zorgen dat niet alleen bij ons het naar beneden gaat, maar dat wij producten kunnen ontwikkelen zodat de hele keten naar beneden gaat, life cycle analysis noemen we dat, dan zijn we goed bezig. Overigens, op die manier meten wij ook al onze producten. EcoPlus producten zijn producten die we bij ons hebben, maar die uiteindelijk in de hele keten een positief effect laten zien. Het heeft geen enkele zin om te zeggen, nou, ik ben heel schoon, maar ja, degenen die voor en na me zitten zijn niet schoon, maar ik ben een heel schoon bedrijf. Daar is natuurlijk niemand mee gebaat. Ja, als je kijkt naar onze beloning in de Raad van Bestuur, maar ook van de executives, de top 400 van het bedrijf. We hebben dat eigenlijk een aantal jaren geleden pas goed doordacht, een jaar vier geleden. Toen gezegd, het is eigenlijk gek dat onze variabele beloning met name afhangt van financiële doelstellingen. Dat is eigenlijk gek. Als we zo geloven in duurzaamheid, waar komt dat oude systeem dan vandaan? Toen hebben we gezegd, dat systeem gaan we veranderen. 50% van onze variabele beloning, zowel korte als lange termijn variabele beloning, hangt af van duurzame doelstellingen. Een van de andere dingen waar DSM mee opvalt, dat zijn jullie integrale jaarverslagen. Dat zijn jaarverslagen waar niet alleen maar over geld gaat, maar ook over niet-financiële aspecten zoals mensenrechten en de impact op het milieu. Waarom geeft u zo'n verslag uit? Waarom is dat belangrijk? Ja, als je de filosofie die ik net heb geprobeerd neer te leggen tot je laat doordringen en zegt, de doelstelling van bedrijf is om op drie verschillende dimensies even belangrijk waarde te creëren. People, planet en profit. Maar people en planet even belangrijk als profit. Ja, als je dat laat doordringen tot jezelf, dan kan je maar tot één conclusie komen. En dat is dat je integraal jaarverslag moet gaan over people, planet en profit. En dat je niet een apart verslagje MVO of CSR of wat dan ook kan maken van we hebben een mainstream in het bedrijf en die werkt op winst en we hebben nog een apart verslagje en die laat zien wat we op andere terreinen doen. Nee, dat is natuurlijk eigenlijk onzin, vind ik. Het gaat om die drie hoofddoelstellingen. Dus er is maar één verslag van het bedrijf en dat is het Integrated Annual Report. En dit gaat over wat we hebben gepresteerd op al die drie terreinen. En zo rapporteren we al enige jaren. Heel transparant. We nemen daar zelfs ook in op wat we niet goed gedaan hebben. Niet alles gaat goed in dit bedrijf. We maken fouten, doen dingen verkeerd. Er zijn soms emissies die we niet gepland hebben, omdat er ergens een klep open staat of een fabriek niet goed werkt en wat dan ook. Dan komt er meer CO2 in de lucht dan de bedoeling was, enzovoort. Dat rapporteren we en dat laten we daar ook inzien. En dat nemen we heel serieus. Als je op dit moment om je heen kijkt, is deze wereld heel ver af van klimaatneutraliteit.
Dus om dan te focussen op we willen klimaatneutraliteit hebben. Nee, we willen een enorme stap voorwaarts maken. We hebben het over reducties van greenhouse gas emissions van 20%, van 25% over een aantal jaar. Dat doet DSM idem dito. We hebben het over een terugdringing van energieverbruik met meer dan 20% over een aantal jaar. DSM heeft zich daar ook aan gecommitteerd, aan dat soort dingen. Hebben we het over een energieverbruik van nul? Hebben we het over een greenhouse gas emission van nul? Nee, daar hebben we het nog niet over. Niet bij ons, niet in de wereld. Je kan niet succesvol zijn, je kan jezelf niet succesvol noemen in een wereld die faalt. En als je dit doorredeneert, dan zeg ik eigenlijk dat de meest succesvolle bedrijven naar de toekomst zullen de bedrijven zijn die zorgen dat ze duurzaam zijn en dat ze een goede waarde toevoegen aan deze maatschappij. En ik denk ook dat het moeilijk voorstelbaar is dat we over 25, 50 jaar, u mag de termijn invullen, hele succesvolle bedrijven hebben in de wereld die totaal niet duurzaam zijn. En ik denk dat die correlatie steeds sterker gaat worden naar de toekomst. Overigens niet alleen voor bedrijven, maar ook voor landen. En neem Nederland, de 9e economie in de wereld. En we staan in Nederland ergens, ik geloof ergens rondom de 40ste plaats als je kijkt naar duurzaamheid. En ik denk dat het ondenkbaar is dat een niet duurzame economie straks wel een van de economisch leidende economieën zal zijn in de wereld. Dus als Nederland niet snel verbetert om een van de meest duurzame landen in de wereld te worden, zullen we onze economische positie in die top 10 absoluut gaan verliezen. Zouden we het goed vinden dat we in onze energievoorziening in Nederland op de helft van het Europees en zelfs op de helft van het Chinees gemiddelde zitten? Ik denk het niet. Denken we dat dat duurzaam is? Ik denk het niet. Denken we dat dat TZT onze economische positie zelfs kan schaden? Ik denk het wel en ik denk dat velen het met me eens zullen zijn. Dat vraagt dus om verandering. En dan weet de regering en alle ministers, die weten zelf al wat ze moeten doen. Dank u wel. Wie wilt u het stokje voor het volgende interview doorgeven en waarom? Zoals gezegd, onder de titel MVO, maar eigenlijk onder de titel duurzaamheid, daar gaat het om. En om die reden wil ik het stokje overdragen aan Frans van Houten, nieuwe CEO van Philips sinds afgelopen jaar. Die bezig is Philips volgende stap te laten maken, waar duurzaamheid in de bedrijfsactiviteiten een hele belangrijke driver zal zijn. Frans doet ook mee in het samenspel van een aantal grote bedrijven in het Dutch Sustainable Growth Coalition. En ik weet zeker dat met het oppakken van dit stokje hij dat weer als een verdere stimulans kan zien om Philips weer een fase verder te brengen.